Dag dames en heren. PSV is landskampioen en dat wordt flink gevierd. Iets na zevenen vanavond verscheen het kampioensteam van Guus Hiddink op het bordes van het Stadhuisplein in Eindhoven. Tot grote vreugde van tienduizenden fans. Technisch gaat er even iets mis, geloof ik. Oké. Het item komt nu toch. En zo ging het feestje nog wel even door. 'S Middags in het stadion na de gewonnen thuiswedstrijd tegen de Graafschap was het ook al één groot feest. Het was een heel speciaal jaar. Dat is vrij uniek. Ik denk ook niet dat we dat heel makkelijk kunnen herhalen. Maar dat is nu even niet de zorg van vandaag. Geniet ervan. Dankjewel. Na een snelle douche stond de platte kar klaar voor de spelers en begeleiders. Het werd één grote triomftocht dwars door het centrum van Eindhoven. Geniet je ervan? Eerder meegemaakt dit? Heel goed! Mooie wedstrijd ook mee mogen spelen. Ja, fantastisch doen. En je speelde ook nog geweldig. Je was een van de sterke jongens. Ja, maar dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat met het team toch fantastisch hebben gepresteerd. En op knullige wijze uitgeschakeld. Maar ik denk dat we vandaag weer fantastisch hebben gedaan. En nog een bekerfinale te gaan en gewoon fantastisch. Blijf genieten, ook van jou. Elke keer. Het is nu de vierde keer dat ik het meemaak, maar het is, ik was vanmorgen een beetje bang voor het weer. Maar als je dit zo ziet, die mensen, en we draaien ook een geweldig seizoen, het is geweldig. Maar het grootste feest werd natuurlijk gevierd op het Stadhuisplein in Eindhoven. Tienduizenden supporters van PSV kwamen daar bij elkaar om hun team toe te zingen. Ik krijg jullie niet stil, dat moet ook niet. Ik ben trots op dit team. Ik ben trots op mijn staf, iedereen die geholpen heeft, maar bovenal ben ik trots op de manier waarop jullie geholpen hebben dit seizoen. Dank jullie, hartelijk daarvoor. En wat zijn we allemaal? Boeren! 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 Dankjewel, dankjewel! Nou, daar wordt nog wel even gefeest. Wij gaan verder met iets heel anders, want wat een feest had moeten worden, liep uit op een drama. Een RBC-supporter is vrijdagavond om het leven gekomen na een bizar busongeluk. De man uit Bergen-op-Zoom had zijn hoofd uit het dak van de bus gestoken. Bij een spoorviaduct in Roosendaal klapte de man met zijn hoofd tegen het viaduct. Twee vrienden die ook uit het busluik hingen raakten zwaar gewond, maar zijn inmiddels stabiel. De supporters waren op de terugweg van een wedstrijd waarbij RBC Roosendaal had gewonnen van NAC Breda. Verslagenheid gisterenmiddag in het stadion van RBC Roosendaal. Daar kwamen supporters en vrienden bij elkaar van de verongelukte 22-jarige RBC-supporter Wesley Houtenkamer. Reageerden ze? Ja, we hebben alles verteld wat we gedaan hadden, welke stappen dat we ondernomen hebben. En ja, heel stil, gelaten, onwezenlijk. Ja, de klap dreunt gewoon heel hard na. De supporters van RBC waren te zeer aangeslagen om te reageren. Op de website rbcnet.nl stromen de condolences voor Wesley inmiddels binnen. Het ongeluk gebeurde toen de supporters vrijdagavond terugkwamen uit Breda. Omdat RBC Roosendaal daar gewonnen had van NAC Breda, was de sfeer uitgelaten.
Een aantal supporters hebben om de burgemeester vrij te slaan het dakluik van de bus geopend. Op dat moment reden ze net onder het spoorwegviaduct door en zijn drie supporters met hun hoofd tegen het viaduct gekomen. De buschauffeur had de supporters verschillende keren gewaarschuwd dat het luik in het dak niet open mocht. De buschauffeur heeft gewoon diverse malen gewaarschuwd. Dat bevestigen ook verschillende supporters. Dus op dit moment treft de chauffeur geen blaam. Ook bij de busmaatschappij waarmee de supporters reisden zijn ze enorm geschrokken. We hebben er geen woorden voor. En ja, het is enorm dat het is gebeurd, dat het heeft kunnen gebeuren. En ja, juist ook deze groep, een groep terugkerende klanten die we ja, toch als een prettige groep ervaren. Door dit ongeluk leidt de discussie over dakluiken weer op. Bij de busmaatschappij hebben ze wel een oplossing voor het probleem. Het eerste wat in je gedachten opkomt is vergrendel dat noodluik dan. Maar dan komt zo'n bus niet door de keuring en dan is dat qua keuringsspecificatie niet toegestaan. Maar bijvoorbeeld in de taxibussen is het al wel toegestaan om geen noodluik te voeren, maar in plaats van noodluik uitsluitend nog met noodhamers te werken, waarmee de raam ingetikt kan worden. En dat zou wellicht een oplossing kunnen bieden. De stichting Keurmerk Touringcarbedrijven wil ook dat de luiken voortaan op slot gaan. Eindhoven staat op de derde plaats van de meest onveilige gemeente van Nederland. Dat blijkt uit de misdaadmeter 2004 van het Algemeen Dagblad. Rotterdam is volgens de krant de meest onveilige gemeente, gevolgd door Arnhem. De vier grote Brabantse steden staan allemaal in de top 10 van de misdaadmeter. Eindhoven is dus derde. Den Bosch bezet de zesde plaats, Tilburg de zevende, Breda de tiende. Eindhoven scoort vooral hoog op het gebied van autodiefstallen en verkrachtingen. Ook in Breda kwamen vorig jaar veel verkrachtingen voor. Opmerkelijk was dat er ook veel gestolen werd uit tuinhuisjes. In Den Bosch en Tilburg werden veel woninginbraken gepleegd. De misdaadmeter wordt gemaakt met de informatie van 25 politiekorpsen. De ranglijst is samengesteld aan de hand van de 12 meest voorkomende delicten. Geen stille tocht, maar een vriendentocht werd er vandaag gehouden in Gelderop. Daar overleed op 5 mei de 23-jarige Robert Mol na een uit de hand gelopen vechtpartij. Ruim 200 jongeren liepen mee. Vandaag zou Robert Mol zijn 24e verjaardag hebben gevierd, samen met zijn vriendin Jennifer. Maar door de fatale klap die hij donderdag kreeg, is hij er vandaag niet meer. Ik werd vanochtend wakker, ik deed mijn gordijnen open, keek naar buiten. En ik heb even mijn liedje gezongen hoor. Gefeliciteerd. Voorafgaand aan de tocht die was georganiseerd door vrienden, was er een bijeenkomst in het buurthuis waar een condoliantieregister kon worden getekend. De tocht begon tegen 12 uur en zo'n 200 jongeren liepen mee. Want de jongens die bij een appartementencomplex woont en toch uit respect en uit Gewoon als ik hem zag, dan zeiden we wel wat tegen elkaar, maar heel goed kende ik hem. Robert was op 5 mei op een feestje in Helmond. Daar is hij door een vechtpartij om het leven gekomen. Zijn vriendin weet niet hoe het is gebeurd. Ze was er niet bij. Wat ik ervan begrepen heb, maar het is allemaal nog niet zeker, is dat hij daar naar buiten is gelopen. En dat een jongen hem tegen zijn hoofd aangeslagen heeft. Van achter heeft het nooit aanzien komen en hij is toen gelijk in elkaar gezakt. En de jongen zou hem nog een paar keer geschopt hebben ook. Hij was heel apart. Heel bezorgd altijd. Heel druk in de weer altijd. Altijd uit op actie. Hij ging graag op stap. Maar het allerliefst was hij natuurlijk bij mij en zijn ouders. Hè. Wat er nou precies gebeurd is op die avond is nog altijd niet duidelijk. Ook de doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Maar met deze vriendentocht willen zijn vrienden in elk geval duidelijk maken dat hij niet wordt vergeten. PSV viert vandaag dus het kampioenschap. Maar er werd natuurlijk ook nog gewoon gevoetbald in de Eredivisie. PSV won vandaag in eigen huis met 4-1 van de Graafschap. RKC Waalwijk liep zaterdag tegen een grote nederlaag aan tegen Ajax. Het verloor met 4-0. FC Den Bosch won verrassend met 1-0 van FC Twente. Willem II speelde met 2-2 gelijk tegen Heerenveen. En NAC Breda verloor vrijdag met 1-2 van RBC Roosendaal. En dat brengt ons tot de volgende stand. PSV staat dus eerste. RKC Waalwijk vinden we terug op plaats 9. Willem II staat 12e. NAC Breda 14e. En RBC Roosendaal staat op de 16e plaats. En FC Den Bosch staat op de laatste plaats. Maar er is nog hoop voor FC Den Bosch. Het heeft op dit moment evenveel punten als de Graafschap. Dus na competitie is nog mogelijk voor Den Bosch.
Het was vandaag zeer wisselvallig, met een stralende zon, maar ook met buien, met hagel en zelfs hier en daar wat onweer. En dat leverde dreigende luchten op. Vannacht koelt het flink af tot ongeveer 4 graden. Hier en daar kan het zelfs licht gaan vriezen. En de komende week begint ook weer met veel buien. De noordwestenwind blijft koele lucht aanvoeren. Met 12 graden is het nog erg fris voor de tijd van het jaar. En tot zover deze uitzending van Brabant Nieuws. Wilt u graag nog meer PSV zien? Zometeen kunt u nog kijken naar de uitgebreide samenvatting van de huldiging van PSV. En morgenavond om 6:30 zijn wij weer met een nieuwe Brabant Nieuws. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag!